Goedendag, ja, of een goede dag is, weet ik niet. Nou, voor mij in ieder geval niet echt. Welkom bij een nieuwe video van Hans Boertien. Ja, ik voel me best wel slecht. Ook boos. Want ik denk dat heel veel van jullie, de kijkers, wel de persconferentie hebben gezien gisteren van Mark Rutte en onder andere Grapperhaus. Die eigenlijk grappig lijkt te zijn, maar dat totaal niet is. Ja. Want er zijn nieuwe maatregelen bijgekomen. Nou, hele strenge zelfs. Want, nou, eigenlijk een soort timeline is dat er eigenlijk gewoon al niet van aan de hand was. Gewoon 1,5 meter afstand. Niet in je elleboog of hoesten in je elleboog. Simpel, maar uiteindelijk is er ook bijgekomen van ja. Maximaal 100 personen tegelijk op een evenement of samenkomst. Dat betekent dus eigenlijk dat een pretpark eigenlijk niet open kon en veel kermis ook niet konden doorgaan. Ja, dat was één kermis, daar ben ik niet naartoe geweest. Blijf ik daar niet naartoe ben geweest, want ik zat niet in zo'n gekke situatie te wachten. Dat er maar 100 mensen op het trein mogen zijn, dat beveiliging is en zo, want ik heb een briefje gezien van de extreemheid van die kermis. Heel vreemd dat het op die manier wel wordt opgelost, maar ja, dat gaat nu ook al niet meer. Want er zijn nieuwe maatregelen gekomen. Alle samenkomsten, bijeenkomsten en evenementen zijn dus tot 1 juni verboden, sowieso. Dat betekent dat er geen kermis meer open kan, zwembaden kunnen niet open, theaters kunnen niet open. Ja, ook zijn er geen ja, is eigenlijk niks meer te doen. Want met meerdere personen, want er geldt nu geen getal meer van 100, max. Maar nu is het gewoon compleet verboden. En de burgemeester mag ook een noodverordening opstellen. Dus als mensen zich niet aan die regel houden, kunnen even organisatoren een bod krijgen van ruim 400.000 euro. Dan zit ik totaal niet op te wachten dat een kermisexploitant of een kermisorganisator dat zou krijgen. Of een pretpark. En daarnaast wordt er strenger gehandhaafd op de maatregelen met 1,5 meter. Dus als ik dus geen 1,5 meter afstand zou houden en ik word betaald door de politie, ja, dan kan ik dus een boete krijgen van 400 euro. En zoals Grapperhaus in het persconferentie zei van ja, dat is een voor Nederland zeer hoog bedrag. Maar ja, dat willen ze dus daadwerkelijk uitdelen. Ik weet niet hoe ze het exact overal gaan handhaven. Dat weet ik echt niet. Maar ze kunnen niet alleen maar rondjes rijden door de straat en om iedereen te controleren. Want anders had ik al een politie hier, want ik woon 2 hoog, anders had ik daarbuiten al politie regelmatig zien rondrijden. Niet gebeurd. Want ik zit al een paar dagen thuis, al ruim 1,5 week nu, maar nu nieuwe maatregelen zijn. Zou dan nog wel even uitgebreid worden. Dus eigenlijk kunnen we niet veel meer. En winkels moeten dus ook strengere voorschriften nemen. Er zijn, ja, ik kan eigenlijk al een voorbeeld noemen van een winkel waar je in de winkel mag zijn als slagerbouwman. Waar ik iets van wil zeggen, lekker vlees, echt waar. Maar dan mag je maar maximaal met z'n drieën binnen staan. Als er een vierde is, die moet dan buiten wachten tot er iemand weer de winkel uit is. Dat heb ik er nu 2 keer gehad dat ik moest wachten. Maar ja, andere winkels zullen dat ook moeten gaan doen eigenlijk. Zo'n maatregel. Dus dat zit, ja, dat moet dan maar. Zo heb ik ook al een bericht net gezien van de jongens uit Wolde. Dat dus een winkelwagen nu verplicht is. Want die brief hebben ze 2 uur geleden geplaatst. Ik was net even naar de supermarkt toe. Naar de Jumbo. Maar ja, ik wist niet van die regels. Dat heb ik nergens vermeld tot nu toe. Dus ik wist niet van die regel. Gelukkig werd ik gewoon door. Gelukkig was er niks gebeurd. Want anders had ik me gezien reuken. Van ja, haal even de winkelwagen. We komen dan maar weer terug. Dat is niet gebeurd. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Dus daar wil ik jullie echt complimenten voor geven. Hier om te meulen. Maar ja. Het is dus verplicht. En er met elkaar praten mag ook niet meer. Dus we moeten zo snel mogelijk de winkel door. Met die 1,5 meter afstand. Daar moeten we ook nog aan ons aan houden in de winkel. Dat was eigenlijk al zo. Maar dat wordt nu nog strenger gezegd. Dus we komen er van alles bij. Ja, en de horeca blijft natuurlijk gewoon dicht. Ja, behalve eventueel voor afhalen of bezorgen. Dat sommige horecazaken nu doen. Zeer creatief. Nou, bij snackbar is afhalen sowieso logisch. Maar ik heb een mooi voorbeeld. Want er is een pannenkoekenrestaurant in ons wel Dijkhof. Die bezorgt nu per hoge uitzondering gewoon de bestellingen bij de mensen thuis. Zodat ze wel pannenkoeken kunnen eten van hun. Zodat die klanten wel pannenkoeken kunnen eten. Dus dat is sowieso goed. Dus daar hebben we in ieder geval geen probleem mee. Maar ja, dus verder is er niet veel mogelijk.
In Zuidwolde is het busstation open voor afhalen en de rest is gewoon dicht. Chinees is dicht, de shawarmazaak is dicht. Wacht even hoor. Dat was geen hoest. Nou, er is niks aan de hand. Maar dan is er eigenlijk niks. En ja, dus dit busstation heeft het wel extra druk gekregen, doordat het nu nog de enige zaak is waar je kan afhalen. En daar zitten mag ook niet meer. Ook niet buiten op het terras, denk ik. Dus als ik een frikadelletje daar wil halen, moet ik het meenemen? Moet ik het op de bankje bij de bushalte of zo gaan eten? Ja, dan geldt het als afhalen, dus dat mag in principe wel. Ja, eigenlijk moet ik wel lachen, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig, de situatie. Maar ja, de nieuwe maatregelen zijn er dus. Maar ja, hoe zou dat mogelijk zijn dat dat is gebeurd? Nou, ik kan eigenlijk één reden al noemen. Omdat er idiote klunzen zijn. Als ze klunzen kijken. Ja, ik niet. Iedereen is een idiote kluns. Want in ieder geval mensen doen wel hun best. Maar het is gewoon een groepje die het voor het pesten, voor de rest verpest. Dus als je in het echt massaal naar het strand bent geweest. Of naar het park. Of naar een soort van plein. Of in het bos. Of gewoon in een echt groot nationaal park bijvoorbeeld. Met mensen al op elkaar. Of een lekker een parkeerparty hebt gehouden. Met z'n allen. Of een anti-corona party. Maar ja, dan ben je dus een idiote kluns. Als je met dat soort dingen hebt meegedaan. Dat is echt gewoon een algemeen iets voor al die mensen. Want die hebben ervoor gezorgd dat wij in de problemen komen. Met extra maatregelen. Nou, het is een deel daarvan. Deels van de reden. Dus ik wil echt even zeggen van, doe eens normaal. Je had aan de regels moeten houden. Dan was dit niet gebeurd. Wellicht niet gebeurd. Maar ja, één ding mogen we wel onthouden. We hebben gelukkig nog geen volledige lockdown. Want als dat komt, zijn we nog verder van huis. Maar dan hebben we echt een probleem. Dan mogen we niet meer naar buiten toe. En kom even kort voor zijn neus te halen om even een boodschap te gaan doen. Even naar een huisarts of een dokter te gaan. Of de apotheek. En verder mag er gewoon niks meer. Laat het echt niet zo ver komen. Want we zitten echt niet op te wachten dat we dit gezeik gaan krijgen. Dus. Ik wil gewoon. Nog een keer oproepen. Hou je aan de voorschriften die ze gemaakt zijn. Nu ook nu ze versterkt zijn. We moeten met z'n allen door deze periode heen. En als mensen zich blijven misdragen met die voorschriften. Dan wordt het alleen maar langer. Het zou eigenlijk al rond in 60% al voorbij zijn de maatregelen. Maar ja. Doordat de klunzen. Is dat blijkbaar dus gewoon verhoogd. Naar 1 juni. Dus zitten we 2 maanden. Dus mogen we nog lekker 2 maanden door. Met deze maatregelen. Het is nu 24 maanden dat ik dit opneem. Mogen wij dan een jaar schijnbaar? Ja, dan is het dus eigenlijk al een probleem. Want ja, evenementen kunnen niet meer worden gespeeld. Dus pretparken gaan dicht. Maar ook kinderfeesten gaan niet door. Verjaardagsfeesten, familiefeesten, bruiloft. Nou, kerkelijk gaat wel onder strenge voorwaarden. Maar gewoon echt gewoon bruiloft en zo gaan ook niet meer door. En dan hebben we eigenlijk aan onszelf te danken. Wij maken onze eigen samenleving kapot. Ik voel me er zelf ook een beetje schuldig over. Eigenlijk is iedereen in Nederland. Dit is niet aan de vissen gedaan, maar eigenlijk zelfs algemeen eigenlijk, omdat het ze altijd dit veroorzaakt hebben. Met z'n allen dit moeten doen. Zijn dus met z'n allen eigenlijk gewoon diegenen die dit veroorzaakt hebben en ons land in de paniek hebben gebracht. Dus ja, ik zou eigenlijk om gewoon aan die voorschriften te houden, zodat we zo snel mogelijk weer lekker plezier kunnen hebben van ons eigen leven. Want door die maatregelen kan ik ook geen bussen of treinen meer spotten ergens. Kan ik geen kermis meer bezoeken, geen zwembaden, geen pretparken, helemaal niks meer. Dus hou je aan de maatregelen. We moeten er samen doorheen. En dan hoop ik is dat 1 uur voorbij. Dat we gewoon met plezier alles weer kunnen doen. En ons leven gewoon weer zoals normaal kunnen hervatten. Oké, dat was de video. Neem wat ik zeg goed in je op. Want dit is heel belangrijk. Dat we ons aan die voorschriften houden. Echt. Dankjewel voor het kijken.